De winnaar van de Gouden IJspatel komt uit Peel en Maas. Meerne Meulendijks van het IJshofje in Meijel wist maandag deze prijs in de wacht te slepen. En daar is ze uiteraard heel blij mee. Ja, supergoed. Ja, echt heel leuk. Ja. Nou ja, wij komen daar dus aan en dan leveren we ons ijs af. Vervolgens gaan we dus op het podium gaan we het ijs afdraaien. En daarna worden de bakken ijs omgenummerd en zo wordt die door de jury geproefd. Dus de jury weet ook niet van wie welk ijs is, zeg maar? Nee. Dus dat is echt, Blindproeven, ja. Deelnemers die meedoen aan de wedstrijd voor de Gouden IJspatel krijgen van de organisatie een specifieke soort en smaak ijs die ze moeten maken. Dit jaar was de opgave erg lastig. Ja, elk jaar hebben ze dus één smaak. Dit jaar was dus perenijs. En niet alleen perenijs, maar demi-perenijs. Dus dat is sorbet en roomijs. Gemixt, dus 50-50 ongeveer. Dus dat maakt het wel moeilijker. We hebben normaal in de ijssalon geen demi-ijs. Dus het was even goed zoeken. We hebben veel recepten en veel dingen uitgeprobeerd. En zodoende zijn wij hierop uitgekomen. Nou gaan we hem dus echt elke keer maken. Dus het is even anders werken. Maar een nieuw recept, dat is altijd welkom bij ons. Het was niet de eerste keer dat de winnaar van de ijsprijs van het IJshofje kwam. In 2018 wist de Meijelse Salon ook te winnen. Toen was ze de familielid van Meerne. 2018 heeft mijn moeder de Gouden IJspatel gewonnen met de bosbessenijs. Nou, dat is toch wel een leuke overdracht, zo'n moeder op dochter dan, denk ik, of niet? Ja, zeker. Ja. Dankzij het winnen van de Gouden IJspatel is het IJshofje ook genomineerd voor IJssalon van het jaar. Nou ja, dan komt er dus echt een mystery guest langs. Maar ook gaan ze controleren op hygiëne, de klantvriendelijkheid. Verder hebben we dat ook nog nooit meegemaakt. Dus we gaan het zien. Ik weet ook echt niet wat ik kan gaan verwachten. De winnaar van IJssalon van het jaar wordt in juni bekendgemaakt.